Grappie, wil je het nu aantrekken dan? We gaan boksen. Ik heb ruzie. Galit gaat me slopen. Vriezen mijn tieten eraf, man. Dit gebeurt dus ook op straat. Ik ben nu binnen in de studio en heb mijn outfit al aan. Goedemorgen allemaal, welkom bij de nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag. Hey! Maandag, nieuwe week, is weer ingegaan. En ik zit op mijn oude vertrouwde plekje. Ik zit even heerlijk thuis. Ik ga de ochtend thuis werken omdat ik gewoon nog niet helemaal toe ben gekomen aan mijn volledige administratie. Dus ik ga dat lekker doen. Vind ik gewoon fijn om dat thuis te doen. En dan ga ik in de middag naar kantoor. En het boksen is dus nu afgelopen als in doelsgedreven. Elke dag bezig zijn met boksen omdat de wedstrijd eraan zat te komen. Ik ga dus nu nog steeds gewoon lekker boksen om gewoon als workout. Om gewoon lekker fit te blijven en mezelf uit te blijven dagen. Dus ik heb vanavond wel bokstraining. Maar nu zeg maar Boxing Stars voor mij is afgelopen, kan ik nu eindelijk weer werken. Ik kon niet echt lekker werken toen ik ook midden in Boxing Stars zat. Omdat er gewoon, ik kwam er gewoon niet aan toe en er werd gewoon te veel van je verwacht en te veel aan je gevraagd. Waardoor ik zeg maar dit volledig heb links laten liggen. Dus ik ben heel blij dat ik dat nu weer allemaal kan oppakken. Maar ook wel weer dat ik denk, oh mijn god, hoe kom ik hier doorheen? Het is echt oorlog op die computer. En ik moet even vrede zien te vinden. En alles even sorteren en ordenen. En het is echt zoveel. Dus dat ga ik nu even lekker deze ochtend doen. En jullie zien mij in de middag. Oh. Hij lag zo op zijn lekkerst. En je weet hoe hij dan reageert als je die deurbel hoort. Oh, lekker dit. Hij doet een zeehondje van. Ja, hij zegt een zeehond. Hij lijkt ook wel op een zeehond. Hij zeehondje. Lekker Rox. Oh, wat een lobby. Lekker. Dude. Hallo, Chitty. This is the situation. Het is inmiddels 4:15. Mijn mannetje is thuisgekomen van werk. Ik ben niet meer naar kantoor gegaan. Eigenlijk omdat ik gewoon lekker kantoor aan huis heb beleefd vandaag. Ik heb super veel gedaan, Sjoe. Ik ben bijna klaar met alles wat ik moet doen. Zit jij gewoon lekker fruit te vreten zonder dat je mij een hap geeft? Sjoe! Ik ben, ik zie je. We zijn getrouwd. Zodra je getrouwd bent, lieve mensen. Doet hij niet meer zoveel moeite voor je, want dan heeft hij je toch al. Hé, Sjoetje? Ja, ik bek me gewoon. Dankjewel, schat. Ik heb jullie maar mijn outfit nog helemaal niet laten zien. Zie je? Wat? Zie je? Schat, ik ben nog niet aan toegekomen. Ik ben alleen nog maar aan het werk geweest. Maar zie je wat ik bedoel of niet? Schat, ik ga het voor je doen. Nee, je moet je gewoon schamen. Ik ga het voor je doen. Ik ga het voor je doen. Zoek tijd, ik doe het zelf wel. Nee. Oh wee. Maar zie je wat ik bedoel? Oh wee. Aan die stoel, zo van het eerste wat je gaat doen, zoals we hebben afgesproken, dan wil ik het gewoon aantrekken. Grappie, wil je het nu aantrekken dan? We gaan boksen. Ik voel niet meer. Ik heb ruzie. Er zaten allemaal hondenhaartjes aan zijn trui. En heb ik gisteren gezegd, no worries, ik maak het wel schoon voor je. En toen zei ik? Zei, ja, dat moet je wel meteen doen. Nee, toen zei ik van, gaat je never nooit lukken, gat. Oh, gaat je niet doen. Maar ik ga het alsnog doen. Schandalig. Ik ben nog niet aan toegekomen, man. Dat is wat je zou gaan zeggen. Dat is ook precies wat ik zei. En het is schandalig dat ik daarin gewoon gelijk krijg. Nou, mopperkont, jongen. Ja, en als je mij iets vraagt? Dan doe je het meteen. Dankjewel. Nee. Je begon net met van dingen veranderen wat je voor hebt gedaan. Nou. Oké. Hij heeft gelijk. Ik ga het zo meteen doen. We gaan nog even twee dingen afmaken. Dan gaan we eens omkleden en gaan we boksen. Ik heb echt superveel gedaan. Ik ben er bijna helemaal doorheen. Behalve mijn trui. Behalve je trui. Klopt. My bad. My bad, my bad. Ik heb net een pakketje binnengekregen trouwens. Oeh, dat ga ik jullie wel even laten zien. Want het is nu dan maandag. Ik heb woensdag de hele dag weer opnames met L'Oréal. Als Laura de L'Oréalista gaan we eindelijk weer een hele draaidag
hebben. Gaan we gewoon weer hele gave dingen opnemen. Super leuk. Love it. En ik heb dus... Hi Laura, hierbij al een klein voorproefje voor de shoot van woensdag. Onze nieuwe kerstcollectie. Dus we gaan de nieuwe kerstcollectie shooten. En ze hebben het alvast opgestuurd. Kijk. Ah, toch stiekem. Ik hou helemaal niet van de winter. Maar ik heb mega veel zin in de kerst. Door al die glittertjes. Oh, vet mooi. En die zijn super goed gepigmenteerd. Als je die op je oogjes doet. Kijk hoe mooi. Oh my god. Eyeliners. Eyeliners. Glitter. Love it. Deze is echt fantastisch. Dit is een glow. Stardrops. Als je deze op je hoofd doet. Of als je deze mengt met je foundation. Of op je jukbeenderen plaatst. Heb je echt een hele mooie glow. Echt een glans. Dan hebben we nieuwe mascara's. Deze. Dit is de Volume Million Lashes topcoat. Dus volgens mij is dit dan de topcoat die je dan daarna op je wimpers plaatst na je mascara. En dit is dan, ja, ik denk dat je deze eerst doet en dan de topcoat. En wat voor kleurtjes. Oh, mooi! En deze kleurtjes. De 393, de Colariche, de 488 en de 259. Ik zie nu al dat de 259 mijn nieuwe favoriet gaat worden. En deze ook wel heel erg mooi. Love it! Kijk hoe mooi. Allemaal sterretjes erop. Heel leuk. Dus hiervoor heb ik een shoot aanstaande woensdag. En dat zit ook allemaal in deze vlog. Dus dat zien jullie allemaal later. Dus dat is echt heel erg leuk. En verder ga ik nu nog even één ding doen. Nog even heel snel selectie maken van de nieuwste collectie ook van Bailau. En dan is het er genoeg geweest voor vandaag. Dan gaan we gewoon straks even lekker workouten. Ik heb Ryan zover gekregen om mee te gaan. Gaan wij ook eventjes topfit maken, die man van mij. Zijn rug is nu soort van oké. Dus ik denk juist dat sporten goed gaat zijn voor hem. Om alles weer een beetje te activeren en sterker te maken. Dus we gaan het zien zometeen. Leuk. Zo, ik zou jullie mijn outfit van vandaag nog even laten zien. Ik draag een hele lekkere trui. Het meest zachtste stofje. Ja, we gaan daarna naar Freeslab. Is goed. Goed idee. Een heel zacht stofje. En als je goed kijkt... Zie je allemaal kleine hartjes. En ik zet de exacte link van dit truitje even in de beschrijving. Ja. Stu, hou op hoor. Met zijn sportlegging. Oh mijn god. Dus het is een lang truitje hoor. Ik heb hem nu natuurlijk in mijn rokje. Maar hij is gewoon, het is gewoon een lang truitje. Ik heb hem dan gecombineerd vandaag met mijn nieuwe rokje. Zo, ik zal het eventjes weer goed zetten. Dan ga ik even wat naar achteren. Dan zien jullie het nieuwe rokje. Het ziet er zo uit. Het is een stretchy rokje. En hij zit strak om je taille. En dan zit hij hier wat losser. En zo heb ik het dan vandaag gecombineerd met dit truitje. Nieuw rokje. Ik zal het exacte linkje van deze ook in de beschrijving plaatsen. Zo hoef je allemaal niet het online te zoeken. Maar kun je gewoon lekker doorklikken. Ik heb mijn mega hoge hakken erbij aan. Deze heb ik echt 2 of 3 jaar geleden een keer gekocht bij de H&M. En ik ben er nog steeds super blij mee. En ja, die staan altijd wel leuk. Gewoon zo'n dikke zwarte blokhak. Of het is niet echt een blokhak, maar het is wel een dikke hak. Het is altijd leuk als je een panty draagt met een rokje. Dus dit is mijn look. Wat? Ja, ik ga me nu omkleden. Werk is klaar. Ik ga nu mijn sportoutfit aantrekken. En dan gaan we boksen. Boksen! Outfit change. Yes, yes. Ik sport vandaag in Nike. Nike broek. Nike vest. Maar die gaat natuurlijk uit, want Galit gaat me slopen. En dan heb ik gewoon een Nike top. En een Nike sport BH. Dus ik ben helemaal into de Nike vandaag. Sporttas mee. Er zitten allemaal boxing gear in. Voor nu even mijn GC's. Maar die wisselen we straks om voor mijn box schoenen. Let's go! Goed, klaar met trainen. En bizar dat ik dus woensdag mijn wedstrijd had.
Het is nu maandag en ik heb sinds woensdag niks meer gedaan. En mijn conditie was zoveel slechter. Dus als je aan het trainen bent, blijf het alsjeblieft volhouden. Dat is gewoon een tip die ik je wil meegeven. Want nu door een paar dagen niet te hebben getraind, voelde ik het gewoon direct. Het was super zwaar. Dus we gaan het weer lekker opbouwen. Intussen heb ik mij omgekleed, kort broekje aan. En zijn we weer bij de Freeze Lab. Gaan we even lekker weer 3 minuten in de min 110 cabine staan. Even weer het bloedsomloopje en even de blessures, eventuele blessures en pijntjes in je lijf. Die gaan we even tegenwerken. Hè? Ja, dat is gewoon mijn top. Want mijn sporttop was bezweet. Dat wil ik echt niet hoor. Met een bezweten top in min 110. Dan vriezen mijn tieten eraf, man. Ben je klaar voor schat? Nee. Survival. Survival heet het inderdaad. Overleven, Shu. Zij zijn echt ja. En weet je, kan met z'n vieren erin. Het is zo schattig om te zien dat wanneer we dat ding ingaan, is meneer al chagrijnig. Maar daarna voelt hij zich top. Ben ik geweest twee of drie keer? Nee, dit wordt je vierde keer. Het wordt je vierde keer. Dan gaan we weer op de trampoline. Oh, het ging best snel hè, Sjoe, vandaag. Oké, ik ga trampoline springen. We reden zeg maar richting huis. En toen reden we langs de spaghettibar. De spaghetteria. De pasta bar. Ik heb nog steeds koud. We hebben nog een beetje koud voor de Freeze Lab. Maar we gaan lekker even een pastaatje eten. Ik ga voor een pasta met tomatensaus en chili. Dus een beetje een arrabbiata pasta. En Ryan gaat voor een pasta met zeevruchten. Volgens mij verstaan we er helemaal niks van. Want het is echt zeg maar dat restaurant daar was. En daar zitten we dan hoor, meneer en mevrouw Frits in een restaurant. Tjoep. Ik heb het nog wel koud hoor. Ik heb het ook nog koud. Maar we hebben heel lekker gegeten. We reden dus langs de spaghetti bar. En we hadden zoiets van spaghetteria. En dat was wel lekker. Er was meteen plek en we hebben echt een heerlijk pastaatje gegeten. En nu wandelen we terug naar de auto. Is het koud? Zullen we dat stukje rennen? En gaan we naar huis. Het is niet koud. Komt het dan denk je door die Freeze Lab of is Freeze het gewoon labs. Echt koud? Nee, het is Freeze Lab. Met mijn sexy legging. Kijk, met zijn sexy legging. We kwamen zo binnen, die mensen dachten, nou, wat is dit voor raar stel? Ze hadden ons bijna niet eens de tafel genomen. Hij zegt, sta je op de lijst? Ik zeg, nee, het is toch geen club? Je hebt in ieder geval wel, je moet op de lijst staan, wil je daar eten? Nou, dat wisten we niet. Dus de volgende keer gaan we wel even bellen van tevoren. Maar goed, let's go home. Dan gaan we mijn hond uitlaten. We? Dat is ook een goede tip. Ja, we. Ik doe het wel weer alleen. Ja, sowieso. Een goede tip als je hebt gegeten. Om niet daarna meteen op de bank te ploffen. Om een filmpje te kijken waar je gewoon zin in hebt na een lange dag werken. Maar om gewoon nog even een half uur te gaan wandelen. Je hoeft niet te rennen. Je hoeft helemaal niet hysterisch te doen. Maar gewoon wandelen. Maar dan wel met een dikke broek. Dikke broek, dikke jas, sjaal, handschoenen. Maar gewoon lekker nog even bewegen. Verteer dat eten lekker. En dat is goed. En dat is gewoon een tip wat ik je ook wil meegeven. Dit gebeurt dus ook op straat. En dan ga je je goed voor voelen. Ik heb sleutel. En dat is goed voor je lijn. Dan kom je niet aan, zeg maar. Als je zeg maar gaat vreten en vervolgens op de bank gaat ploffen, dan gaat het allemaal wat harder. Dus dat is ook een tip. Aangezien ik natuurlijk de hond heb, moet ik altijd naar buiten met hem. Maar dat houdt mij wel fit. Oh, het koud! Ga doen aan, sleepwarming. Okay, let's go home. Good morning, het is vandaag dinsdag. Ik ben al helemaal gefixt. Hallo Boepie. En ik ga nu als eerste even mijn hond lopen. En dan ga ik zo meteen even naar de stad, want daar heb ik 2 afspraken staan. En later ga ik naar kantoor, naar mijn nieuwe kantoorpand. Ah, dus ik ga jullie zo meteen al even een sneak peek laten zien. En ik ga 2 video's opnemen, thuis. Dus dat is de planning. En dan weet je dat even voor nu. Ik heb een nieuwe trui aan, bij Lau. En je kan hem ook off-shoulder dragen.
Oh, hij is zo leuk. Ik heb het gecombineerd met een leren rokje en gewoon een panty. Dus dat is de look voor vandaag. Jeetje, ik krijg als het goed is vandaag mijn sleutels van het nieuwe pand. En dan kunnen we gaan verhuizen. Super spannend. Echt super spannend. Oké, even iets grappigs voordat ik naar buiten ga met mijn monster. Ik neem dus natuurlijk altijd van die zakjes mee voor als die zijn behoeftes doet. Meestal als ik met hem wandel, doet hij het gewoon één keer per wandeling. En gisteren had hij het dus gedaan. Nou, ik had het netjes opgeraapt. Nou, vervolgens lopen we door. En echt 20 minuten later moest hij weer. En toen had ik natuurlijk geen zakje meer. Dus ik heb nu even 2 zakjes gepakt. Just to be sure. En toen dacht ik, jee, hoe ga ik dat nou doen? En het was ook echt op een oprit. Nou, niet op een oprit, maar op de stoep voor een oprit van iemand zijn huis. Ik denk, nee, hoe ga ik dit nou doen? Lang leven de herfst. De herfst heeft toch natuurlijk al die goudbruine, beetje krokante bladeren. Ze zijn allemaal een beetje hard, toch? Die nu allemaal op de grond zijn gevallen. Nou, die lagen daar allemaal. Dus heb ik echt met een aantal van die bladeren ben ik zo stuk voor stuk al die drolletjes zo gaan pakken. En toen heb ik het gewoon echt in de bosjes gegooid. Echt in zo'n struik, weet je wel. Waar gewoon geen mensen, waar je eigenlijk gewoon niet kan lopen. En het was zo grappig. Toen dacht ik nog, oh mijn god, als mensen nu door hun huis naar mij zitten te kijken en zien dat ik dit doe. Ja, alleen maar supergoed natuurlijk, want ik raap het netjes op. Maar oh, met die blaadjes, jongen, wat een grap. Hé, hey, stinkert. Hé, hey, poepert. Hé, hey, poepert. Gaan we weer poepen? Gaan we weer lekker poepen, schat? Let's go. Story of my life. Story of my life. Ik moest 4 minuten geleden bij mijn afspraak zijn. En ik ben echt op tijd vertrokken. Zelfs nog te vroeg vertrokken, wetende van, dan hou ik rekening met het verkeer. En ik denk dat ik nu in Amsterdam, zelf centrum Amsterdam, al zeker 20 minuten vaststa. Bizar, hè? Ik ben zo blij dat ik net even iets buiten Amsterdam ben gaan wonen. Als ik nu in het centrum zou wonen, ik zou helemaal gek worden. Niet te doen dit. Maar goed. Het is gewoon een populaire stad. Met heel veel toeristen. Amsterdam. Oké. Geloof het of niet. Ik sta op de brug. Ik kon nergens parkeerplek vinden. Nergens. Ik heb mijn auto op de brug gezet. Met mijn gevarenlicht. En zo hield ik het een beetje in de gaten. En is alles gewoon goed gegaan. Er staat namelijk hier ook een auto. En achter mij staat een bus. Dus ik heb mijn auto er gewoon lekker tussen gepropt. Niemand die het zag. En zo was ik alsnog soort van op tijd op mijn afspraak. Haha. Deze doen we in de lader. We gaan nu weer snel richting... Oh nee, ik moet nu naar de Klinkerstraat trouwens. Ik ga even naar de bodyshop. Eventjes wat ophalen, omdat ik vanmiddag een leuke video ga opnemen. Oh, ik heb mijn gordel al om. En dan ga ik eventjes de adventkalender ophalen. En die ga ik laten zien. Want ik ga een hele leuke video opnemen waarin ik eigenlijk heel veel tips geef over de perfecte kerstcadeautjes. Dus dat is de volgende stap. Oké. Klaar met opnemen. Dit was de setting. Licht aan. Het is ook zo grauw buiten. Dus... helemaal goed. Ik heb alles opgenomen wat ik nu moest opnemen. En ik ga nu snel naar kantoor. Zo, ik ben even op kantoor geweest. En het is al donker. Het is nu 6:15. En dat is weer het besef dat het winter is. Winter komt eraan. Het is gewoon nu al donker. Kijk, ik ben op mijn scooter. Op mijn kleine scooter. En dan gaan we nu snel naar huis. Want ik ga nu weer even een andere video opnemen. Ik ben eigenlijk vandaag de hele dag video's aan het opnemen. Dan sleutel. Dus de bodyshop is helemaal opgenomen en nu heb ik een andere video die ik nog moet opnemen. Nou, dat gaat niet. Oké, dus dat gaan we nu even doen en dan hoop ik dat Fred en Ryan pas over een uurtje thuis zijn, zodat ik dan ook klaar ben met alles. Hey guys, kijk eens wie er is. Nou, die jongen hebben jullie al zo lang niet meer gezien in mijn vlogs. Tada, 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 tada. Wij hebben... Ja!
Ja, Jochie. Hey, Toet. Ik heb even omgekleed. Omdat ik natuurlijk een nieuwe video ging opnemen. En ik dacht, ja, niet weer in dezelfde trui. Hele leuke video. Hele leuke video. Fred en ik hebben samen gekookt. Hele lekkere video. We hebben super lekker gekookt. Trots op onszelf. Ja, echt. Maar dat gaan jullie allemaal nog wel zien in de future. Voor nu is het wel echt weer een veel te leuke opzonder trui. Lekker lang. Ja, ik ben echt verliefd op die twee. Nee, ze moeten shooten in de stad, Fred. Ja. We hebben echt geen tijd. We moeten echt weer naar de stad, ja, maar man. Dat moet voordat je weggaat. Ja. Oh. Ja. Hoe gaan we dit doen? We hebben geen keus. Geen keus. Wat? Hé, hey, Apie. Oké. Wat? Wij hebben lekker gegeten. Ik ga nu snel Rox lopen. Die lampen daar zijn echt bloedirritant. Die zijn vervelend, toch? Bloedirritant. Hallo. Ga je mee? Hallo. Hey. Oké, dus dat is wat ik nu ga doen. Ik ga nu de hond lopen. En dan als we terugkomen gaan Fred en ik buikspoelen. Drukken. Want het is namelijk 9:30. 9:30 en de sportschool sluit om 10:30. En ik zei Fred, no worries, we gaan het gewoon zelf thuis doen. Kom goed. Als je geen tijd hebt om te sporten, doe dan gewoon wel lekker je buikspieren. En doe gewoon een paar push-ups. Even planken, meer dan genoeg. Ja. Ja. Hoi. Ja, meneer, ja. Oké, Rox, we gaan naar buiten. Free, ik heb een goede dag gehad. Drukke dag. Wat grappig. Alleen. Ja, vertel. Ik zie je bijna nooit meer. Nou, ik zat er net aan te denken. Weet je wat wij dus... Kantoor, ik loop volledig langs jou heen. Ja, maar weet je wat wij zeg maar 3 jaar geleden deden? Nee. Toen jij begon met vloggen. Toen zaten we zeg maar gewoon 20 minuten op de bank te kletsen, te ouwe hoeren. Dat doen we niet meer. En toen zeiden we nog, je hebt van die mensen die dan zo druk hebben en die altijd bezig zijn. Ja. Nou, dat zijn wij nu geworden. Maar het is nu ook zo, ik heb het moment eventjes heel druk op locatie en veel video's wilde ik opnemen. Nou, dat wil ik liever in een thuissetting doen, waardoor ik ook niet op kantoor ben. Dus ik ben vandaag hoe lang op kantoor geweest? Nou, misschien 3 kwartier. Precies de vlog durende, wat notities en toen was je weg. En toen was ik weer weg. En toen ben ik verder gegaan weer met de video. En ik zit gewoon niet meer zo naast jou zo te werken. Gewoon de hele tijd te werken, zoals we wel hier achter ja. Nee. Maar op zich, het is eigenlijk gewoon een upgrade van je eigen bedrijf. Ja, daarom. Want dat is het. Het is niet dat we gewoon uit elkaar groeien of wat dan ook. Nee, het is gewoon... Eventjes te het bedrijf drukken. Wordt gewoon steeds meer groter. Woehoe. Ja. Daarom. Ja, ben je het ermee eens, schat? En ik had beloofd dat ik het nieuwe kantoorpandje zou laten zien. Maar dat heb ik helemaal geen tijd meer voor gehad. Helemaal weer vergeten eigenlijk. Maar dat komt. Ja, echt. Maar het wordt guys, er is zoveel te doen. Het is zo leuk. Ik kan echt niet wachten, weet je dat? Zo fijn, zo trots. Ja, ik ook. Echt. Ons pasgeboren babytje die is aan het groeien. Ja, het wordt een tiener hoor. Het wordt echt een tiener nou. Oh, ik kan het niet wachten om de ruimte aan te gaan kleden. Oh, ik heb zo'n leuk idee voor de muur. Oké, nou, ik ga nu maar die hond uitlaten. Volgens mij moet hij heel nodig. Oké, we gaan. You. Situation. Nou, we hebben weer iets hoor. Wij kijken eindelijk weer eens naar The 100. Dat was echt onze serie. Wauw. Toen konden we het gewoon niet meer kijken, omdat we gewoon eigenlijk... chaotisch zijn. Nou, we zaten op een gegeven moment in Orphan Black. Ja, toen zijn we heel lang Orphan Black gaan kijken. En toen zaten we op een gegeven moment in niet meer series, maar gewoon een film. Deden we elke keer een andere film. Oh, dat is die Engert. Wie is dit? Oh, dat is die enge freak. Man. Die soort van moordenaar. Ja, die moordenaar. Yes. Maar wij zitten eigenlijk lekker quality time te hebben met z'n tweetjes. Oh, wat goed. Oh, ik hou echt van Echo nu. Hoe ik haar eerst heel stom vond, vind ik haar nu echt steeds leuker worden. Ja, ze is wel, ja. Ja. Nu denken jullie waarschijnlijk, wat heb je op je neus, hè? Op je nazen? We hebben een porstrip op. Dus dat is speciaal om je mee-eters van je neus weg te trekken. En dat, ja. Sexy, hè? Het ziet er heel sexy uit, een zo. Een beetje een wasbeertje. Ja. Wel een diertje, zo. Ja. Zo gniffelde. Moet je 40 minuten oplaten en dan trek je het eraf en dan zijn alle mee-eters weg. Yes. Verder, als je hier meer informatie over zou willen, ik heb een leuke kortingscode, dan moet je me dat even laten weten in de comments. Dan zal ik dat gewoon beantwoorden in de comments. Mocht je nieuwsgierig zijn naar een pore strip, let me know. En wij zitten gewoon te chillen met onze billen hier. Oh my god. Wat? Clark weer. Met een geweer. Die Clark. Oké, nou, wij gaan weer verder serie kijken hoor. Goedemorgen allemaal, het is vandaag woensdag. Zoals je ziet heb ik nog niks op mijn ogen. Ik heb wel al een beetje een basis gedaan. En mijn haar. En bewust nog niks op mijn ogen. Want ik heb zo meteen opnames met L'Oréal.
Superleuk. Ik heb er echt ontzettend veel zin in. Het is alweer een tijdje geleden dat ik iedereen heb gezien. En ja, het is altijd een soort van cadeautje en een feestje als ik weer een draaidag heb met L'Oréal. Dus ik heb echt onwijs veel zin in. En we gaan met de nieuwste kerstcollectie, dus de nieuwste kerstmake-up, gaan we een kerstlook creëren. En dat gaan we opnemen vandaag. Heel leuk. Voordat ik daarheen ga, ga ik even mijn hond lopen. En laat ik jullie wat zien. Want, hier hangt hij. Ik heb gisteren een pakketje binnengekregen. En ik heb een badjas. Het is gewoon een zwarte badjas. En daar staat op Laura Rox Pontecorvo. Dat heb ik gekregen van Boxing Stars als cadeau. Dat ik me zo heb ingezet voor Boxing Stars. En wacht, waar heb ik nou hier? Ik lees het wel even op. Dat is extra leuk. Boxing Stars. Staat er: Your body is your temple. You do your body good. It does you good. Dat klopt. Your body is your temple. Lieve Laura, heel erg bedankt voor je deelname aan Boxing Stars. Je was een fantastische kandidaat en hopelijk zien we je snel weer tijdens de liveshows. Liefst team Boxing Stars. Dus super bedankt meiden. Heel lief. Ik hou van badjassen, vooral nu in de winter. Het liefst loop ik dan de hele dag in zo'n ding. Dus ik ben er helemaal blij mee. En Rox, he's a famous dog now. Hey Rox, are you famous? Hij heeft nu al sterrenlures. Oké, let's start this day. Ik heb er zin in. Ik hoop jullie ook. Ik neem jullie mee op de set van L'Oréal. En ik neem jullie vanavond mee naar de live shows van Boxing Stars. Ik ben er en ik zie dus nu dat het gewoon in dezelfde studio's is als waar ik de leaders heb opgenomen voor Boxing Stars. Het is gewoon in dezelfde studio. Dat was namelijk ook hier. Zo grappig. Alle mensen zitten weer naar me te kijken als ik vloggend over straat loop. Het waait vandaag mega hard. Super hard. Ja, Studio 3. Ik ben nu binnen in de studio en heb mijn outfit al aan. Super mooi. Kerstshoot, dus ik heb echt een kerstoutfit aan. Ik zit al helemaal in de kerstsfeer. Mijn lookje is nu ook al bekend. Dat ga ik even filmen. Ik ga jullie even mijn outfit laten zien en zometeen een rondleiding door de studio. Wordt mijn look. Dat is deze mascara. Deze mooie oogschaduw. Goud met glitter. Deze lipstick van Collarige. Heel mooi rood. Beetje dezelfde kleur als mijn nagels. En met de True Match Concealers. Dus dit wordt mijn lookje. Deze wordt van Ange. Ook super leuk. Glittertjes. Deze ook. Oh, de Star Drops. Die zijn zo mooi. En dit is Xelly de Look. En dat is iets natuurlijker. Met wat meer nieuw tinten. En glitter boven de ogen. Dus deze drie looks gaan we vandaag filmen. Dit is mijn lookje van vandaag. Tadadadadam. Waarom moet je niet op de schoenen leggen? Oh, oké. Okay. Don't mind the shoes. En dit is Ange de outfit. Ja. Mooi brons glitterblouse. En wat zitten er sterretjes in? Ja, sterretjes. Wow. Van velvet. Heel leuk gedaan. Pretty. Ja. En wij zijn de Christmas Girls van L'Oréal. Gaan we lunchen? Ja, yes. Honger. Ik vergeet te vloggen, want het is super lekker. Maar we zijn aan het lunchen. Het eerste gedeelte zit erop en had ik eigenlijk net een heel blanco gezicht en heb ik nu make-up op van de kerstcollectie. I love it. Ik ga jullie even de studio laten zien. En hier is dus eigenlijk waar we de basis kregen net. Dan heb je hier allerlei verschillende outfits. Dit was ook nog eerste instantie wat ik aan zou krijgen. Een leuk blauw blouseje. Maar we hebben toch gekozen voor het glitterblouseje. En dan hebben we hier de set. Dat ziet er zo uit. Dan staan we hier met z'n allen en daar heb ik dan net geshoot. En nu gaan we foto's maken. En dit is Lars. Hallo. Dag schat. Hallo. Gaat goed? Ja, met jou? Ja, gaat goed. Ik stop je gewoon ongevraagd in mijn vlog. Nou, ik ben weer thuis. En mijn mannetje zoekt een beetje aandacht. Hebben we net zo lekker gewandeld samen, hè? Hé, hey, knapperd. Hé. Hey. Kom dan. Oh, liefje. Hé, hey, schatje. Ja. Yeah. I love you.
Lekker een nekmassage. Oh, lekker. Oh, dat is lekker, schat. Oh, dat is lekker, hè. Dat is lekker, hè. Ik ben me aan het omkleden. Maar meneertje, die is het er niet mee eens. Hm? Wat? Zeg dan. Kiekiek. Kiekiek. Oké, ik trek even een riem aan. Wacht, ik ga jullie zo even een full shot laten zien. Oké, outfit change. Ik heb jullie eigenlijk helemaal niet laten zien wat ik vanmiddag aan had. Oh, jammer. Ik had dit rokje aan. Dit rokje had ik aan. Die had ik volgens mij ook maandag aan. Met een zwart velvet blouseje. Dus dat was mijn lookje. Met mijn hele gave glitterlaarsje. Nu heb ik een zwart skinny aangetrokken. Mijn zwarte shoes van de H&M. Mijn Boda skin jasje. Het is gewoon echt een super tof leren jackie. Beetje stoer met zo'n pet. En ik heb gewoon een zwart t-shirtje hier onderaan. All black everything. Dus dit is mijn lookje voor nu. En ja, waarom? Dat ga ik jullie straks vertellen. Let's go. Yes, we zitten in de auto. Ik ben klaar. Ik was al klaar. Jullie hadden gezien dat ik thuis was. Thuis gekomen naar de shoot. De hond gewandeld. Mijn lieve schat een dikke knuffel gegeven. En tegen hem gezegd. Ik heb een goed idee. Want we zijn dus nu onderweg naar Boxing Stars. Maar natuurlijk geen tijd en ook geen zin om te koken. Ik zei, ik wil naar de McDonald's. De McDonald's heeft een McChicken Veggie. En dat is echt wel iets wat ik altijd heb gemist nu. Sinds ik een jaar echt gewoon geen vlees meer eet. Hebben ze nu gewoon een vegetarische McChicken. En die is lekker. Oh, dus dat gaan wij nu eten onderweg. Ah, junk food time. Hm? Even checken. Altijd dubbel checken. Oh. Altijd dubbel checken. Oh my god. Lekker. Jongens. Check dit. Oh, lekker man. Af en toe is junk food zo lekker. Veggie. Veggie. Chicken. Ik smaak de show. Ladies and gentlemen, give it up for Yuva! Michael Bogart heeft gewonnen. De nieuwe halve finalist van Boxing Stars. Ladies and gentlemen, Michael! The Rumble from the Jungle. Wordt hier vanavond beslist in deze. Je moet je handen hoog houden. Ze is al binnen, man. Nee, dat mag niet. Geef op. Van Boxing Stars!
goed, ik ben weer thuis. Ik ga nu even lekker die hond lopen. En was het heel anders om dus in de zeil te zitten. Wel merk ik echt dat ik alsnog heel zenuwachtig was. Volgens mij heb ik dat ook al gezegd. Ik was alsnog super zenuwachtig en voelde gewoon wat hun voelde in de ring, zeg maar. Je deelt wel iets samen, omdat je weet gewoon hoe heftig het is om in die ring te staan. Het is veel heftiger dan je eigenlijk hebt voorspeld in je hoofd. Het is veel intenser, veel heftiger gewoon. En ik zag het gaan en ik zag het gebeuren en ik dacht alleen maar, gelukkig sta ik daar niet. Maar nee, het was leuk, mooi om te zien. Ik vind het wel heel, toch wel heel jammer om te zien dat, dat het laatste gevecht niet is doorgegaan zoals het hoort. En dat is gewoon super jammer. Misschien hebben jullie het gezien als je het programma hebt gekeken, dat ik kwam meegelopen bij de opkomst van Amanda. Dit eigenlijk omdat wij gewoon goed contact hebben. En eigenlijk samen met nog twee andere dames, Billy en Rosanna, liepen we eigenlijk gewoon met Amanda mee om onze krachten te bundelen. Om eigenlijk gewoon het woord uit te spreken dat we gewoon tegen pesten zijn. Op de vlaggen van Amanda stond ook stop bullying. Omdat dat gewoon nog heel veel wordt gedaan. Dat gebeurt gewoon heel veel. En ik zelf ben gepest. Ja, het is gewoon ronduit pesten. Het is gewoon volwassen pesten, zeg maar. Door haar tegenstander, Rosanna, ook heel heftig. Veel toen ze in Temptation zat. En Billy blijkbaar ook. Toen ze een programma samen hadden gedaan of zo. Maar zo op zo'n intense, heftige manier. Terwijl, ik ken die hele vrouw niet, zeg maar. I don't know her. Nog nooit één woord mee gewisseld. En al super vaak dat ik dingen voorbij heb zien komen. Of dat mensen me dingen sturen. Of moet je kijken wat die vrouw over je zegt. Weet je wel. Dan denk ik, I don't mind, I don't care. Maar toen eigenlijk dit idee te sprake kwam. Om gewoon een boodschap mee te delen. Van, stop bullying. Stop dit pesten. Ja, daar wil ik natuurlijk niets liever dan daarin supporten. Omdat ik daar ook gewoon op tegen ben. Ik vind het gewoon zo laag en zo jammer dat er nog steeds zoveel gepest wordt onder de volwassenen, zeg maar. Het gebeurt natuurlijk ook heel veel op scholen en dat is natuurlijk ook echt vreselijk. Maar daar wordt best veel aan gedaan, merk ik. Ik merk ook dat dat ook steeds beter gaat, volgens mij. Alleen, ik merk ook gewoon hier nu in het dagelijks leven, in het volwassen leven, dat je denkt, er wordt gewoon gepest. Gewoon eigenlijk ook wat laatst gebeurde bij 538. Is eigenlijk ook gewoon een soort van pesten. Ja, ik ben het inmiddels wel gewend, maar ik wil me wel hard maken en wel mijn stem uitbrengen van dit kan ook stoppen, het hoeft niet, zeg maar. Zorg er gewoon voor dat je een voorbeeld bent voor velen en laat gewoon zien dat je ook met liefde en gewoon door het leven kan gaan zonder haat en pesterijen en elkaar door het slijk halen en elkaar uitschelden en vooral mensen zwart maken en kapot maken. En waarom? Waarom over een rug van een ander? Waarom wil je gehoord worden over een rug van een ander? I don't get that shit. Maar goed, je hebt gewoon mensen die doen dat. En ik doe daar gewoon lekker niet aan mee. En ik maak me er gewoon hard voor. Stop bullying! Wacht, ik zet even mijn camera neer. Zo. Stop bullying! Ik ben erop tegen. Ik moet stoppen. Er zou zoveel meer liefde zijn in de wereld als iedereen gewoon lief tegen elkaar zou zijn. En als je iemand niet moet, want het kan, als je iemand niet moet, dan draai je hoofd gewoon om. Loop gewoon de andere kant op. Maar verspil je energie niet om die energie dan in iemand te stoppen die je op dat moment niet moet. Echt, stop die energie gewoon hooi in je eigen hart. Moet je zien hoe hard je gaat rennen. Nee man, ik doe dat nooit. Ik kan nooit mijn haat of iets, ik heb dat niet echt of zo. Maar als ik iemand bijvoorbeeld niet leuk of lief vind, dan... dan blok ik dat in mijn hoofd. Dan draai ik om. En is er niks aan de hand. Maar dat gaat best. I don't get that shit. Maar goed. Ik ben echt gesloopt. Maar het was een hele mooie dag. L'Oréal was top. Ik heb echt genoten van de L'Oréal shoot. Love it. Echt genoten. Dat hou ik toch van. Van dat soort dagen. Dat ik gewoon lekker de hele dag op de set ben. En videoopnames heb. En fotoshoot. Vind ik super leuk. Dus ik heb echt een goede dag gehad. En Boxing Stars was heel leuk om er te zitten. Echt waar. Respect voor iedereen die er toch staat en het toch maar even durft. Het is echt niet niets. En dat kan ik zeggen. Oké, liefies. Het is woensdag.
11 uur 's avonds. Dus ik ga de vlog afsluiten. Bedankt voor het kijken. Hoop dat jullie het leuk vonden. Doe een duim omhoog, vond je het leuk? En abonneren zou natuurlijk super lief zijn. Ik mag wel weer wat abonneetjes erbij krijgen. Ik ben best wel veel abonneetjes verloren. Dus er mogen wel weer een paar nieuwe bij komen. Ik lijk wel groen, zie je dat? Maar hij lijkt wel groen. Kom door het licht. Oké, joe. Ciao.